Er zal worden afgerekend met molest op de werkvloer bij het ministerie van Defensie. Een speciaal opgerichte unit gaat daarvoor zorg dragen, vertelde unitcoördinator Rien Latschman vandaag tijdens een persconferentie op het departement. Een van de actiepunten die is opgenomen in het beleidsplan van het ministerie van Defensie is het afrekenen met molest op de werkvloer. Om dit te bereiken is de unit MMW ingesteld op 8 december 2020 met als doel het helpen creëren van een veilige werkklimaat voor alle medewerkers. Binnen de defensieorganisatie zijn er bestaande hiërarchische structuren die de medewerkers bij klachten. Zo hebben we de militaire sociale dienst, de inspecteur-generaal der krijgsmacht en de commandant. Een extra mogelijkheid om een klacht aangaande molest te rapporteren. De unit telt 3 personen die met zorg zijn geselecteerd om alle activiteiten met betrekking tot molest uit te voeren en wij zijn eenmaal 24 uur bereikbaar. Latschman zegt verder dat seksueel molest op de werkvloer geen individueel probleem is. Het raakt een ieder op de werkvloer en moet daarom goed worden aangepakt. Latschman zegt dat alle lagen van het defensieapparaat betrokken zijn bij de aanpak van dit vraagstuk. Binnen het ministerie van Defensie zijn alle lagen medeverantwoordelijk om het beleid te implementeren, bijvoorbeeld door corrigerend op te treden. Evenzo hebben alle medewerkers van het ministerie van Defensie de medeverantwoordelijkheid voor het succesvol implementeren van dit beleid. Het MMW wil molest aanpakken en voorkomen door voorlichting te geven en bescherming te bieden aan slachtoffers. Hiervoor wordt een actief en preventief voorlichtingsbeleid gevoerd ter bestrijding van molest. Het gedrag dat door dit beleid wordt verboden omvat meer dan alleen seksuele intimidatie. Latschman benadrukt dat voor medewerkers ongewenst of beledigend gedrag wordt verboden door de unit. Het orgaan biedt advies en ondersteuning aan hulpvragenden en alle klachten worden met geheimhouding behandeld, omdat de organisatie seksueel molest niet zal tolereren. Om het vraagstuk effectief aan te pakken, zullen er sessies worden georganiseerd en er komt een onderzoek naar molest op de werkvloer.